We zitten ongeveer gemiddeld per 3 à 4 kinderen per voertuig. Dus we hebben nog steeds geen volle bus. Er zijn een aantal verschillen inderdaad. En een verschil is de chauffeur die blijft de deur openmaken voor de kinderen, zoals we voorheen ook deden. Alleen nu moet hij een paar stappen achteruit zetten om die afstand van 1,5 meter te garanderen. Ouders die normaal gewend waren om hun kind in de bus mee vast te zetten of nog afscheid van te nemen in het voertuig, ja, dat is niet meer mogelijk. Dan moeten ze voordat ze instappen moet er al afscheid genomen zijn. Daarnaast dienen kinderen zelf hun gordel vast te zijn. In onze doelgroep die wij vervoeren is 80-90% kan zelf de gordel vastzetten. Mocht dat niet het geval zijn, heeft de chauffeur latex handschoenen bij en desinfecterende doeken om daar waar nodig te ondersteunen. Ja, de meesten zitten er wel op te wachten, want ja, ze zitten tussen 6 en 8 weken al thuis, dus ze willen ook weer lekker aan de gang. Als wij maar kunnen garanderen dat de RIVM-protocollen gehandhaafd worden en dat wij ook de nodige maatregelen treffen dat ze weer veilig kunnen werken. Dus 95-98% van onze chauffeurs wil gewoon weer aan het werk, wil weer lekker bezig zijn iedere dag met de kinderen.